Arnold, wederom een 2-2 tegen Jong Vitesse. Dat was vorige keer ook al zo. Hoe kijk jij terug op deze wedstrijd? Ja, een zeer zware wedstrijd. Vitesse dat toch wel met een behoorlijk sterk elftal komt. Dat ze gisteravond natuurlijk met het eerste gevoetbald hebben. Dus ja, je wist dat je vandaag alle zeilen moest bijtrekken om te willen winnen. Ja, en uiteindelijk is het op de laatste minuut net niet gelukt. Je benoemt het al, zonder met de vinger te wijzen. Het is toch wel beschamend waar zo'n Jong Vitesse mee aankomt zetten? Nou ja, kijk, we hebben Jong Twente gehad. En die kwam met misschien met een tweede of een derde elftal. En Vitesse, die keuze is daar. En dat is met deze competitie. En ja, die komt met anderhalf elftal opstellen. Ja, dat is voor ons maakt het nog moeilijker. Want ik tel eventjes. We hebben dus Dix gezien, we hebben Buettner gezien en we hebben twee huurlingen van Chelsea gezien. Ja, maar goed, dat is nou de keuze van deze competitie geweest. En daar doen wij verder niks aan. En het enige wat we daarom konden doen is gewoon goed vanuit een compacte organisatie gaan voetballen. En wachten tot Vitesse de fouten ging maken. Hoe blij ben jij met een speler als Pilon? Ja, hij maakt een fantastisch doelpunt. En penalty heeft hij volgens mij nog niet gemist. Die is van grote waarde op dit moment. Maar het ligt niet alleen vandaag aan Pilon dat we 2-2 hebben gespeeld. Want eigenlijk hebben we als elftal volledig goed vanuit de organisatie gespeeld. En helaas geef je hem 2-2 geef je misschien nog weg. Dan even naar de nieuwelingen van Spakenburg. Hoe heb jij daarna gekeken? Nou ja, de keeper, we wisten het nog niet helemaal wat hij alles kon vanaf de zijkant ballen. En hij maakte een zeer goede fit indruk en bepalend in de eerste helft met bepaalde reddingen. En ja, Kelvin, ook daar hebben we een gok mee gemaakt omdat hij 3 maanden ook niet gespeeld heeft. En achterin we niks hebben. En die keuze hebben we ook aan hem gelaten op dat moment. Gewoon gezegd van kijk maar hoe lang je kan volhouden. En helaas, voor hem was het dan eventjes die 60, 65 minuut. Maar ja, het is wel iemand die er staat in het centrum. Hoe is het nu met hem? Ja, hij kreeg zijn kuiters volgelopen. Dus het zal niet heel ernstig zijn. Na 3 maanden en dan in één keer zo'n wedstrijd moet spelen. Ja, dat gaat niet in je koude kleren zitten. Volgende week UNA. Ook een ploeg die een beetje onderin meevoetbalt. Hoe ga je daar naartoe werken? Nou ja, laten we eerst kijken wat we maandag fit hebben. Want dan zullen we heel rustig trainen en dan kijken we naar donderdag welke spelers tot onze beschikking hebben. Ja, en dan zullen we een ander strijdplan bedenken om ook van UNA te willen winnen. Succes en bedankt. André, van harte welkom bij onze mooie club. Kan jij wat vertellen over jou? Ik ben André Krul, 39 jaar. Afkomstig uit Grootschermer, Noord-Holland. Als laatste in Japan gespeeld en nu sinds deze week in Spakenburg. Hoe is de club met jou in contact gekomen? Ik heb nu 2 weken terug een bericht gekregen van Melrik op een maandag via WhatsApp of ik interesse had om naar Spakenburg te komen. Alleen op het moment zat ik in Argentinië, dus ik kon niet direct richting Spakenburg komen. Dus toen had ik afgesproken om de volgende dag weer contact op te nemen. En om een Spakenburg haast zat met het aantrekken van een nieuwe keeper en ik zat ver weg. Zij is in gesprek gegaan met de andere keeper en met hem zijn ze er niet uitgekomen. We zijn woensdag weer bij hem teruggekomen en toen ben ik donderdag richting Nederland gevlogen. En uiteindelijk is het niet gelukt met de papieren in Japan om vorige week tegen Lidl te spelen. Maar uiteindelijk is dat deze week rondgekomen, deze hele week met de club meegetraind en vandaag mijn eerste wedstrijd gespeeld. Wat wist jij van tevoren van Spakenburg? Dat het in principe een van de grootste amateurclubs van Nederland is. Altijd al geweest en ik heb al vaak lang bij Utrecht gespeeld. Dus al vaak oefenwedstrijden tegen Spakenburg gespeeld. Dus ik ken de club wel redelijk goed. Veel wedstrijden gekeken, ook elke keer de derby gekeken. Al 2 keer eerder met Spakenburg gesproken. En toen heb ik gekozen voor eerst Groningen en later voor Cambuur Leeuwarden. En zo doen de mensen, in ieder geval Jan van Dierma, die... Dat heb ik wel gesproken. Remco heb ik een paar keer gesproken, de keeperstrainer. Dus voor mij is Spakenburg geen onbekende club. En ik heb altijd een mooie club gevonden. En uiteindelijk is het er toch wel gekomen hier te spelen. Dan even naar de wedstrijd. 2-2. Helaas. Maar jij speelde een goede wedstrijd. Ja, ik ben over het algemeen wel tevreden. Een paar keer met uitkomen dat het nogal iets... Is beter kon, iets scherper met het uitkomen. Maar verder voor de eerste keer in 3 maanden, ruim 3 maanden, weer een wedstrijd gespeeld. En daar ben ik over het algemeen wel tevreden over. En als team zijn, dan denk ik dat we... Ja, het is jammer dat we die goal nog tegenkrijgen, 5 minuten voor tijd. Maar ik denk als je de wedstrijd kijkt, dat het wel terecht is een punt. En
na twee nederlagen nu weer een punt pakken is in ieder geval een stap in de goede richting. Jij speelt nu het komende half jaar voor Spakenburg. Heb je al verdere toekomstplannen? Ja, ik weet niet of je mijn carrière verloop een beetje gevolgd hebt. Maar een beetje. Daar is niet echt het pijl op te trekken de laatste tijd. Dus ik sta er nu ook vrij relaxed in. Ik ben niet meer echt aan het plannen. En voor mij is het belangrijkste om nu met Spakenburg een goede seizoen zelf te spelen. Voor mezelf goed spelen en zorgen dat de club daarmee erin blijft. Om de club te helpen om in ieder geval erin te blijven. Dat is nu de eerste doelstelling. En wat er dan verder gebeurt, dat zie ik wel. Dus in ieder geval het belangrijkste is om al mijn energie in Spakenburg te stoppen. En dan in de zomer kan er weer van alles gebeuren. Succes en bedankt. Ja, dankjewel.